Welk risico lopen medewerkers om te worden blootgesteld aan chemische stoffen? In veel industriële omgevingen worden arbeiders dagelijks blootgesteld aan verschillende gevaarlijke chemicaliën. Er zijn verschillende manieren waarop werknemers aan giftige chemicaliën kunnen worden blootgesteld. Daarom is de vereiste bescherming sterk afhankelijk van de toepassing. Alle risico's moeten worden overwogen wanneer wordt gewerkt met gevaarlijke chemicaliën. Verschillende symptomen, zoals blootstelling van de huid of luchtwegen, moeten in acht genomen worden. Laten we dieper ingaan op hand- en lichaamsbescherming. Na contact met giftige chemicaliën kan de ernst van het letsel verschillen afhankelijk van welke chemische stof is betrokken en hoe lang de blootstelling heeft geduurd. In het geval het risico op blootstelling aan een chemische stof niet volledig kan worden voorkomen of er geen vervangende niet-gevaarlijke stof is, dan worden PBM, zoals hand- en lichaamsbescherming, als laatste redmiddel beschouwd. We gaan nu verder met drie fundamentele begrippen: permeatie, degradatie en penetratie. Permeatie is het verplaatsen van een chemische stof door een materiaal op moleculair niveau. Het is belangrijk om te weten dat dit proces niet altijd zichtbaar is en dat het materiaal onveranderd kan lijken, hoewel er toch permeatie heeft plaatsgevonden. Typische standaardtests voor permeatie worden uitgevoerd onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een testcel die bestaat uit twee compartimenten en het barrièremateriaal in contact wordt gebracht met de te testen chemische vloeistof. De permeatiesnelheid is niet constant gedurende de test. Om resultaten te kunnen vergelijken en klassen toe te wijzen, moet er een parameter worden gekozen die in veel verschillende tests op dezelfde manier kan worden gerapporteerd. De gekozen parameter is de tijd die verstrijkt voordat een vooraf bepaalde permeatiesnelheid is bereikt. Deze tijd wordt de genormaliseerde doorbraaktijd genoemd. Er zijn verschillende wettelijke normen voor permeatietests voor beschermende kleding en handschoenen. En er worden verschillende snelheden gebruikt om de genormaliseerde doorbraaktijd te bepalen. De resultaten zijn een goede maatstaf om verschillende PBM-materialen te vergelijken. Degradatie is de fysieke verandering van één of meer eigenschappen van een beschermend materiaal door contact met een chemische stof. Duidelijke aanwijzingen zijn verkleurde, uitgerekte en verbrande of gebarste handschoenen. Penetratie is de verplaatsing van een chemische stof via poriën, openingen in de naad, kleine gaatjes of onvolkomenheden in een barrièremateriaal. Penetratie vindt plaats vanwege bestaande gebreken of is het gevolg van degradatie. Om de risico's van chemische blootstelling beter te begrijpen, moet u de voornaamste gevaren kunnen herkennen, chemische informatie bekijken, toepassingsinformatie verzamelen en secundaire gevaren overwegen. Wereldwijd zijn er meer dan 144 miljoen geregistreerde chemicaliën. Naar schatting komen er dagelijks 15.000 nieuwe chemicaliën bij. Als experts op het gebied van het beoordelen en begrijpen van veiligheids- en beschermingsbehoeften in omgevingen waar meerdere blootstellingsrisico's aanwezig zijn, helpt het team van Ansell klanten bij het kiezen van de meest geschikte handschoenen en pakken via een aantal hulpmiddelen. Een van deze hulpmiddelen is Ansell Guardian Partner. Door een verzoek in te dienen via Ansell Guardian Partner kan ons team van chemici en technische experts achter dit systeem de doorbraaktijden voor degradatie en permeatie bepalen voor hand- en lichaamsbeschermingsproducten in relatie met verschillende pure chemische stoffen en chemische mengsels. U kunt ervan uitgaan dat alle medewerkers goed beschermd blijven en zich goed beschermd voelen in een veiligere en incidentvrije werkomgeving.